Ik ben een gamer, vlogger, editor en entertainer. En ik ben een YouTuber. En leuk dat je kijkt naar Be The Movie. Yo kijkers van Be The Movie en welkom bij deze nieuwe aflevering van Social Media Gneuzel. Zoals dat je de titel hier beneden kunt lezen, gaan wij het vandaag hebben over Google+. Google+, is het social media gedeelte van Google. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Maar sinds dat Google+ er is, moet jij Google+ hebben voor jouw YouTube-account. Anders kun je niet reageren, delen en eigenlijk het belangrijkste gedeelte van YouTube niet kunnen doen. Daarom heeft Google+ wel de meeste gebruikers, maar wordt het minst bekeken elke dag. Als je kijkt naar het gemiddelde van Twitter, YouTube en Facebook, dan komen we uit op zo'n 4 uur per dag. En als je kijkt naar Google+, wordt het meestal 10 minuten per dag gebruik. Dit ligt meestal aan het deelacties, aan uploaden op YouTube zelf en af en toe een keer kijken of dat er nog wat leuks is. Verder is Google+ gewoon niks. Het is wel handig hoe dat ze het hebben geregeld om sneller te kunnen reageren op comments door middel van rechtsboven bij je YouTube account te klikken op dat meldingknopje, dat je daar kunt klikken en daarmee kan reageren of iets dergelijks. Maar om nou te zeggen dat het echt vooruitgang heeft met Google+, nee. Google+ vind ik zelf de slechtste social media ooit. Zelfs hij is wat beter. Hij is wel serieus gewoon beter. Wat vind jij van Google+? Laat zeker even hieronder de reacties achter. Ik ben benieuwd naar jullie reacties en ik start graag discussies. En zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe social media gneuzel. En zeg ik mijn mening. En dat is...